bezig, hoor. Ja, ik vind dat idee, ja, precies. Moet ik wel even vragen om onze microfoon ook inderdaad te... Staat die op aan? Ja. Om. Helemaal goed. Oké, nou, we gaan beginnen. Als niet jij het wil, dan moet je... Nee, ja. Trek ik, of ik ga... Nee, we gaan voor 20, 30 minuutjes, daar houden we vol, denk ik. Ja? Oké, lieve luisteraars, wij hadden jullie een hele toffe eerste gast beloofd. Je hebt ons al twee keer gehoord. Mijn naam is Etienne. Cindy. En dus vandaag een, het is een flauwe grap, een kikkergast. Ja. Ja. Ja, ja, Patrick Kikker. Ja, hoi. Hoi. Je hebt ons benaderd en jij dacht, dit is een podcast, daar wil ik iets mee. Ja, nee, ik ben sowieso een enorme fan van het fenomeen podcasting. Dus als ik zie dat er een nieuwe podcast is die een beetje in mijn hoek zit, ja, dan zoek ik al gauw contact en dan zeg ik van, kunnen we iets aan kruisbestuiving doen of in ieder geval elkaar eens een keer ontmoeten. Ja. En dat is bij deze gebeurd. Ja, te gek. Te gek. Wat is, waar we het met jou over willen hebben, is dat jij hebt, ja, menig carrière mogen hebben, zou ik willen zeggen. En, ja, en toch heeft het allemaal ook te maken met, ja, en natuurlijk radio, podcasting, het is veel je stem gebruiken. En waar we nieuwsgierig naar zijn, is hoe heb je die transities gemaakt? Ik kan me voorstellen, mensen die zitten luisteren, veel van onze luisteraars die willen spreker worden, of die zijn ondernemer, die hebben allemaal nieuwe ideeën, die willen iets. Je hebt een hele hoop dingen gedaan. Ik ben benieuwd hoe je dat zelf ervaren hebt. En misschien nog iets praktischer. Je hebt natuurlijk heel veel gedaan met je stem. Ja. We zijn natuurlijk benieuwd of je nog wat tips hebt voor onze sprekende luisteraars over het gebruik van je stem. Ja. Praktisch toepasbare tips inderdaad, die je meteen kan toepassen. Oké. Meteen kan toepassen. Nou, kijk. Dus even heel kort, zeg maar. Je bent op de radio begonnen. Wat maakte dat jij naar de radio wilde? Ja, ik was heel verlegen. En ik durfde nooit meisjes aan te spreken. En ik zag dat mijn broer, 4 jaar ouder, bij de radio iets deed. En daar belde meisjes op om een plaatje aan te vragen. Als ik heel eerlijk ben, was dat de reden. Ik was een computernerd. Ik zat alleen maar achter mijn Commodore 64 bandjes in te laden. En floppy disks en programmeren en dat soort dingen. Dus ja, het was voor mij een soort coming out bijna, de radio. Hoe oud was je toen? 14, 15. Ja, ik was er vroeg bij. Ja. Dus nu 30 jaar terug, 1989. Ja. Ja, en ik heb daar toch geen spijt van gehad. Nee, dat geloof ik met de carrière. Die precies. Wanneer is dit echt een carrière geworden? Wat was de grote doorbraak? Ja, toch al vrij snel. Want ik merkte dat ik dat gewoon heel goed, dat me dat goed afging. Mm-hmm. Ja, ik was in de klas ook altijd al de entertainer, weet je wel. Degene die, iedereen was bang als er een spreekbeurt gegeven moest worden. Maar ik stond op de tafel, yeah, een spreekbeurt, weet je wel. Als er uit een boek voorgelezen moest worden, was het van, laat Patrick maar, die kan dat goed. Nou, dus dat zat eigenlijk al erin. Dus vanaf mijn 18e ben ik er centjes mee, klinkt heel kinderachtig, maar geld mee gaan verdienen. In België over de grens, daar kon je wat geld verdienen zo. En vanaf mijn 21ste landelijk, ja, gewoon heel veel geluk gehad. Bij de Tros terechtgekomen. Wat zou je zeggen dat, want je zegt het gaat me goed af, je kon het goed, je zult positief feedback hebben gehad. Wat was dat? Wat deed je goed? Luisteren vooral, denk ik. Ik bedoel, communicatie is natuurlijk, je denkt in eerste instantie dat het alleen maar gaat om praten, maar kijk, ik ben vanuit mijn jeugd een hele gevoelige jongen. Bij ons thuis was vroeger best wel wat ruzie. Mijn vader dronk graag en mijn moeder was dan weer verdrietig en de dag daarna was voor alles koekenij. En ik voelde dat allemaal zo'n beetje aan, zo die sfeer. Maar ja, daar word je dus heel alert van. En dat is soms onhandig, want ik pik alles op. Weet je, straks daar een vogel overvliegt, dan zul je mij heel snel even naar die vogel zien kijken. Maar in interviews en in radiosettings is dat wel handig dat je zo alert bent. Want daardoor vallen ook geluidjes in een nummerje op waar je iets over kan vertellen. Ja. Als je iemand aan de telefoon hebt, kun je ook echt met diegene verbinding maken. Want je hoort in een stem al een beetje van, daar wil die wel en daar wil die niet over praten. Dus die gevoeligheid, die heeft mij heel erg geholpen. En dus eigenlijk ook meteen je eerste tip, interactie. Dus inderdaad ook daar naar op zoek gaan. Goed, als spreker moet je gewoon toch, vind ik, de hele tijd scannen. Komt het aan wat ik aan het vertellen ben? Want, en natuurlijk zal er altijd iemand op de eerste rij zitten. Hè, als je in een zaal staat, die gewoon met zijn armen over elkaar en die op zijn horloge zit te kijken. Ja, die heb je overal. Maar ja, je merkt vanzelf wel als het pakt of zo. Hè, en daar gewoon heel alert op blijven. Mm-hmm. En dat heb ik in interviews, dat heb ik in dit soort settings. Kijk, mensen kijken niet voor niks ineens weg. Kan natuurlijk allerlei redenen hebben. Kan ook zijn dat het interview of dat onderwerp te dichtbij komt of zo. Maar ja, ik ben daar wel heel gevoelig voor. En ik let daarop. En ik pas dan meteen, dan stop ik. Of dan maak ik het sneller. Of dan pas je het in ieder geval aan. Maar hoe werkt dat in radio? Ik heb zelf een heel kort poosje voor de radio mogen werken. En
De voornaamste reden waarom ik dat ook wilde doen, was omdat ik de uitdaging zocht, het niet zien van je publiek. Ja, ja, ja. Dus het anticiperen en kijken hoe ze het vinden, ja, dat krijg je eigenlijk niet mee. Ja, nee, maar dat is ook het grote probleem van radio. Je ziet niet of het aankomt. Je ziet niet hoeveel mensen wegzeppen. Misschien maar goed ook, want daar kun je ook heel onzeker van worden. Nee, dus dat, hoe doen ze dat bij radio? Dan krijg je tests, hè? Dan laten ze een stukje radio van jou horen in een zaal. Dan krijgen mensen een potmeter in hun handen. En dan moeten ze plussen en minnen draaien wanneer ze het nog interessant vonden en wanneer niet. Dus je krijgt een soort achteraf feedback. Ja. Maar je kan wel aan de appjes kun je zien of iets aankomt. Je kan het, hoe kan je het nog meer? Als je een sidekick hebt, kun je het een beetje sidekick testen. Je producer kun je het ook mee testen. Maar net op zin niet. Maar. Ja. Ik ben hier wel alert. Het is lastig. Het is bij de radio, mis je dat inderdaad. Mm-hmm. Voor een groot stuk, die directe feedback. Mm-hmm. En ja, wat kun je eraan doen? Dan moet je jezelf in trainen. Over radio zijn stapels boeken geschreven. Mm. Ik deed veel uit de Vox Pro. Dat is een apparaat wat we bij de radio gebruiken. Mm-hmm. Daarin kun je telefoongesprekken opnemen, maar ook je eigen talks. Kun je snel terugknippen. Bij de radio heb ik veel geëdit, ja. Veel gewoon terugluisteren en dan denk je, nou, dat kan eruit, dat kan eruit, dat kan eruit. Mm-hmm. En dan de zender op. Dus niet in alles is live wat je op de radio hoort. Dat kan ik je alvast ja. Tussen aanhalingstekens live. Ja. Maar was je daar in het begin ook al mee bezig? Met hoe zal het overkomen? Want je bent verlegen, je komt op de radio, het gaat je goed af. Maar was je daar ook bezig met, wat zouden anderen van me denken? Ja, nee, in eerste instantie is het ook een soort ego-trip. Mm-hmm. Maar ja, dat moet ik gewoon eerlijk in zijn. Mm. Want je komt in de klas, oh, ik heb naar je geluisterd. Ja, wat leuk, je wordt speciaal. Mm. Maar ik kon wel merken aan wat ik gedaan had, kreeg ik daar reactie op de dag daarna, ging ik dat meer doen. Mm-hmm. En dan de dingen waar ik geen reactie op kreeg, vielen vanzelf weg. En noem eens een voorbeeld, wat kwam naar voren? Dat is bijvoorbeeld vaak, oh, dat is leuk hoe je met die persoon aan de telefoon omging. Maar ik kreeg eigenlijk nooit te horen, oh, wat gaaf hoe je dat intro volgepraat hebt. Ja. Dus ging je daarmee stoppen? Ja, of dan deed je dat minder. Ja. Bij discjockeys denken dat het hem allemaal in de techniek zit. Maar de interactie tussen twee mensen op de radio, dat vinden mensen toch vaak het fijnst. Mm-hmm. En ook als je de luisteraar rechtstreeks aanspreekt. Simpel voorbeeld bij de radio is, in het begin denk je dat je naar een hele grote groep spreekt. Hè? Alsof je als een soort keizer naar je volk aan het praten bent. Maar het is één op één communicatie. Ja. Mm. Dus je spreekt je luisteraar met je aan. Leuk dat je luistert. Niet, veel discjockeys maken die fout nog. Zeggen ze, leuk dat jullie weer aan het luisteren zijn. Maar dat, ook bij podcasten zou ik je dat advies willen geven. Ja, mooi. Ja, heel mooi. Ja. Ook al heb je er 500 of 1000 of 100.000 mensen luisteren met één setje oren naar jou. Dus spreek ze met je aan, niet met jullie. Ja, dat zijn van die dingen die je dan proefondervindelijk leert. Ja. Maar ook uit die boeken uit Amerika. Ja. Was Amerika dan, lagen die voor of zo? Vind ik wel. Ja, daar is radio toch ooit uitgevonden. Sowieso de moderne radio in de top 40 komt daar vandaan. En het fenomeen ochtendshow is eigenlijk ook in Amerika geboren. Hè? Zoals Edwin Evers vroeger met drie mensen. Dus ja, ik, daar heb je ook echt radiocoaches die je helpen. Mm. En die leren je interviewtechnieken bij. Die leren je bij hoe kort je een telefoongesprek kan knippen. Dat je jezelf vaak moet terugluisteren. Dat moet je bij de radio natuurlijk ook doen. Mm-hmm. En ja, dit soort settings, ik zou ook willen adviseren, luister het terug. Maar luister het dan af zoals een luisteraar het ook zou afluisteren. Mm-hmm. Niet zo dat je gaat zitten. Maar gewoon, hoe luistert de luisteraar? Nou, met dopjes in de sportschool of op de trein of in de auto. Dus verplaats je in de luisteraar. Goeie. Ja. Dat zou mijn advies zijn. Ja. Grappig. En je bent gegroeid in het radiolandschap, zullen we zeggen. Grote zenders. Niet alleen in de breedte. Oh, ja, je was nog jong, dus je bent ook in de lengte gegroeid. Ja. Maar grote zenders, grote programma's, succesvol. Hoe was, ja, stomme vraag misschien, maar hoe was dat? Wat komt er dan eens op je af? Ja, meer druk. Luistercijfers. Oh, dat is een duidelijk eerste antwoord. Ja. 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 Luistercijfers worden heel belangrijk. Hè? Alles tot achter de komma. Hoe doe je het bij vrouwen 2049? Die hoog opgeleid zijn. Dat wordt ook allemaal uitgesplitst. Ja. Weet je krijgt. En terwijl dat luisteronderzoek, ja, dat wordt met papier nog steeds ingevuld, geloof ik. Dus dat is ook discutabel. Maar goed, ik snap het ook wel. Zendtijd is duur. Reclameinkomsten zijn belangrijk. En hoe hoger de luistercijfers, hoe meer reclameinkomsten enzovoort. En het was nog steeds leuk, hoor. Ik heb echt de leuke tijd bij de radio nog meegemaakt. Maar ik zou nu onder John de Mol bijvoorbeeld, zou ik niet kunnen en willen werken. Dat die zit zo op de details met alles. Nee, ja, hoe was dat? Het is te gek. Je krijgt de ochtendshow, je krijgt je eigen tv-commercial. Je krijgt allemaal gasten in de studio.
Ja, maar ja, in het mooie zit het lelijke vaak al opgesloten. Ik bedoel, het is het putje natuurlijk ook uit. Hm. Ja. Je moet iedere dag om 4:30 op voor de ochtendshow. Terwijl ik eigenlijk een avondmens ben. Hm. Dus ik heb dat 3,5 jaar zoiets volgehouden. Maar daarna was de koek echt wel op. Ja, ja. Ja. Wat maakte dat je het volhield? Ja, toch een soort enthousiasme, gedrevenheid, bewijsdrang ook. Je wilt toch laten horen van je. Weet je, nu ga ik ook laten horen dat ik het kan. Mm. Luistercijfers gingen ook omhoog. Ik volgde Jeroen van Inkel op. En dat is toch cool om te zeggen, ik score beter dan Jeroen van Inkel. Weet je wel? Ja, ja. Dat is gewoon een ego ding. Een soort wedstrijd misschien. Ja. Ja. Prestige. En ja, wanneer wordt het dan minder leuk? Ja, wanneer werd het minder leuk? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Tenminste, er is altijd mijn graadmeter geweest. Vind ik het nog leuk? Ja. Mm. Want op het laatst deed ik het ook alleen nog maar voor de naam en de faam en de salaris. En dan weet je, dan hou je het niet meer vol. Het moet wel, hè, we noemen het met een chic woord, intrinsiek gemotiveerd zijn. Het, dus, ja, want de, als je, dit lijkt dus, was het een jongensdroom die uitkwam of niet? Is dat misschien het, Nou, ik was wel een aandachttrekker al op de lagere school ook, weet je wel. Ja, dus die aandacht die je krijgt, ja, dat is dan wel, dat geeft een soort kick natuurlijk ook, weet je wel. Ja, en dat je bekendere naam krijgt en dat je mensen je gaan herkennen en zo. Maar ja, is dat... Dat radio was meer mijn broers een jongensdroom dan mijn... Heb je daar een goed contact mee? Of ja, redelijk. Okay. Maar die zegt dan op iedere verjaardag, zegt je hebt alles aan mij te danken. En dan zegt het is goed, hier heb je nog een stuk taart. Ja, precies. Dat is te goed of zo. Ja. Waarom ik het vraag voor die jongensdroom is... Ik kan me dus voorstellen dat er... Je wil iets op jonge leeftijd. Daar vind je tak van sport. Dat gaat goed. De erkenning... En dan haal je de top en dan... Ik weet het. Kon je misschien ook niet meer verder op een gegeven moment. Dat zei Tijn Tauber zo mooi. Dat is zo'n schrijver. Hij heeft ooit in Lois Lane, die band, gezeten. Hmm. Die zei, soms bereik je de top van de ladder, maar staat hij tegen de verkeerde muur. Hmm. En dat was, ja, die was voor mij wel een toepassing, ja. Ja. Want het was inderdaad wel leuk. Maar ja, dan inderdaad. Als je ergens niet meer beter in kunt worden, ja, wat dan? Hmm. Maar ja, toen kwam het fenomeen podcasten voorbij. Dacht ik, hé, daar ligt nog zoveel braakterrein. Dat vind ik wel... Het is ook communicatie, maar wel met meer vrijheid. Hmm. Ja, want hoe is dat... Je bent op een gegeven moment... Was je op, zoals je zegt. Daar is ook een en ander over gezegd in het termen van burn-out en zo. Ja. De band met je broer haal je net aan. Daar zitten wat dingen. Was het op een gegeven moment inderdaad op? Moest er iets veranderen? Nee, dat was wel duidelijk, want het oude voldeed niet meer, maar het nieuwe was er nog niet. Hm. Dat is natuurlijk ook een beetje waar je het ook over hebt in je podcast, die verandering. Hm. Ik moest op een gegeven moment gewoon een sprong in diepe maken. Ik had een salaris van, ik durf dat best te bekennen, 12.000 euro in de maand bruto. Hm. En het is een aardig salaris. Geef je dat zomaar op om te denken, ja, ik weet niet wat er nu weer tevoorschijn gaat komen. Ja, gelukkig heb je dan in Nederland wel allerlei regelingen en weet je wel. Maar ik was ook echt zo op dat ik gewoon een tijdje echt ziek moest zijn, blijkbaar. Mm-hmm. Maar ja, toen kwamen die podcasts voorbij. Ik was me al heel erg in verdiep in persoonlijke ontwikkeling. Je kent ze ook allemaal, Wayne Dyer, Tony Robbins, Deepak Chopra. Ik heb boekenkasten vol liggen. Ja. Dan weet je, er is iets van binnen wat eruit wil. Mm-hmm. En wat is nu wat je echt in de gaten houdt om anders te blijven doen... Dat je zeg maar niet meer dat gevoel krijgt van, nu is het klaar. Ja, het ligt nog altijd op de loer. Want roem is ook een soort verslaving, hè. Dan word ik weer gevraagd verder van het tv-programma van Omroep Max. En dan sta ik weer te kwispelen als een hondje. Want dat weet ik dat leuk is. En dan krijg je weer reactie op. En dan begint je brein weer allerlei stofjes af te vuren. Mm. Dopamine, serotonine, weet je wel. Jee, ik ben weer de aap op de rots. Boven op de rots, weet je wel. Maar ik krijg daarna ook fysiek een soort down daarvan gewoon. Letterlijk. Ja. Ja. Ik heb ook met een artiestencoach gesproken. Die zegt dat werkt net als heroïne, roem. Je krijgt een shot heroïne, maar dan komt een dag daarna of de dag daarna komt gewoon een low. Want dan ben je niet op tv. Dan sta je niet met je kop op de voorkant van de Telegraaf. En dan? Mm. En daar ben ik heel gevoelig voor en heel alert op. Dat ik weet van, pas nou op dat je je niet weer door dat monster genaamd roem laat grijpen. En dan weer iets gaat doen waarvan je denkt, dat heb ik eigenlijk te vaak gedaan. Maar ja. Kijk, komt wel weer aan de aandacht, krijgt wel weer, je bent weer zichtbaar. Mm. Dus heel erg voor opletten. Maar zoek je dan dus juist ook naar langdurige trajecten? Dat je bijvoorbeeld, stel dat je dus vaker dan bij Omroep Max zou mogen terugkomen. Zou dat dan beter passen? Ja, dat je dan dus niet één keer een piek hebt, maar dat je dus een lange... Eigenlijk wel, want dan ben je er weer een beetje aan, hè. Dat is wel waar. Ik ben natuurlijk wel nu van de hap snap.
Dan weer in een podcast, dan weer zelf interviewen, dan weer dit, dan weer dat. Ja, misschien hoort dat er dan al wel bij, inderdaad, die pieken en die dalen. Ja. Want zoals ik het je hoor omschrijven, beschrijf je het ook niet als een vak, als een baan per se. Zeg maar, het is wel je werk, maar het is niet, je doet het omdat je het leuk vindt, omdat er een ego-kant aan zit. Ja, dus het is niet een baan uitoefenen. Zeg. Ik heb in mijn dag nog nooit een leven gewerkt. Heerlijk! Ja, ik weet het. Maar dan weet ik, geef mij werk wat bij me past en ik zal nooit hoeven werken. Een of andere filosoof heeft dat vroeger gezegd. Maar zo voelt het voor mij wel, want uiteindelijk moest je natuurlijk wel op die en die tijd daar en daar zijn. Dus het is wel een verplichting, maar het heeft nooit als werk gevoeld. Dat zegt ook Rob van Zomer, een collega dishockey, de dag dat dit op werk gaat lijken, stop ik ermee. En niet omdat je daar dan te lui voor bent, maar het is inderdaad iets entertainment. Ja, net als een zanger, volgens mij kan je dat ook niet per se als werk zien. Dat is een ding wat eruit wil. Dus ja, als het heel veel moeite gaat kosten, ja, dan moet je er eigenlijk mee stoppen in dit geval, vind ik. Ja, precies. Ja. En je zei eerder dat je dus, hè, een podcast kan je echt nog heel veel kwijt en zie je heel veel mogelijkheden. Heb je het gevoel dat je daar nog inderdaad wel echt voorlopig mee bezig bent? Of ben je ook al bezig met nieuwe of andere uitingen? Nee, ik denk dat podcasten wel, dat ik daar de rest van mijn leven, want dan ben ik zo enthousiast. Ik doe het al 10 jaar en ik vind het leuk bij anderen te gast, anderen bij mij te gast. Het voelt als dat piratenwereldje van vroeger, weet je wel, met dat illegale uitzenden. Zo voelt het een beetje. Nee, ik vind radio, ik schrijf wel columns over radio. Ik vind radio eigenlijk een beetje ouderwets, als ik heel eerlijk ben. Want het is eenrichtingsverkeer toch nog steeds vaak. En wat is dus leuk aan een podcast? Je samen met de luisteraars vorm je community. Bij één podcast die ik doe, hebben we binnenkort 10 jaar bestaan. Zitten we met 200 mensen in een zaaltje. Weet je wel, we gaan samen een film kijken. We hebben met de podcastluisteraars zelf al een keer een film gemaakt. Ik ben al een keer 4 weken in een vakantiehuis van een podcastluisteraar geweest. Die zei van, ja, jij wilde toch naar Portugal om Muji te interviewen. Ik heb hier een vakantie, kom hier naartoe, je kan dat huis gebruiken. Dus ja, je krijgt er gewoon in één klap heel veel vrienden bij. En dat is dan ook het verdienmodel van mij, van podcasting. Dit, weet je wel. Want als wij elkaar hadden gemaild van, zullen we een keer bij elkaar komen? Ja, misschien hadden we dat gedaan. Maar dan denk je toch, ja, maar waarom dan? Wat willen we dan van elkaar? Maar podcast, als je het woord podcast in interview laat vallen, gaat zo de deur open voor je. Leuk, hè? En wat is, denk je, dan dat waarom dan die deur open gaat? Juist dus het mystieke daarachter. Dus dat het wordt opgenomen. Misschien dat het dus een bepaalde richting moet hebben. Of is het, denk je, gewoon de, ja... Ja, het is een bepaald slag volk, vind ik, die podcast begint. Het zijn al een beetje open mensen die geïnteresseerd zijn. Want waarom zou je anders mensen gaan interviewen? En het zijn een beetje avontuurlijke types. Die nu, want podcast is dat nu wel een hype. Maar ja, het is nog steeds instappen allemaal. En de mensen die dat durven, want je moet er ook durf voor hebben natuurlijk. Ja, dat vind ik gewoon, dat zijn leuke mensen gewoon, vind ik. Ik heb zelden hier iemand over het voer gehad die ik dacht, hé, met jou heb ik geen klik. Dus ja. En wij zijn net begonnen met deze podcast. Is er een beginnersfout dat je denkt, oké, let daarvoor op. Dat moet je vooral niet doen. Nou, ik zou niet met een te lange intro tune gaan werken. Want luisteraars luisteren er soms een paar achter elkaar. Ja. En dan komt weer die hele intro tune. En vaak aan het einde van de podcast wordt natuurlijk gezegd, ga naar de website voor dit, ga naar de website voor dat. Mijn ervaring is, je kan het beter even terloops noemen tussendoor. Ja. Want het voelt al heel gauw als een soort commercial voor en achter te lange intro en outro. Ja. En dus mensen met je aanspreken. Ik blijf dat maar op hameren. Niet zeggen, leuk dat jullie weer luisteren. Want laat mensen luisteren één voor één. Ja, dat vind ik echt een hele goede tip. Ja, echt heel mooi. Er zijn mensen die zeggen, podcasten is wat radio had moeten worden. Dat is zo'n bekende podcastwereld-uitspraak, zou je zeggen. Dat is ook een beetje wat ik jou hoor zeggen. Van ja, radio is... Nu podcast er is, ga je anders tegen radio aankijken. Ja, ik heb het idee dat radio meer van podcast aan het leren is dan andersom. Want inderdaad, die interactie... Ja, ik weet dat ze bij Radio 1 soms nog het scherm wegdraaien... waarop de reacties van de luisteraars binnenkomen. En ik denk, maar dat is je allerbelangrijkste scherm. Ja. Dat is je toetssteen. En die wordt daar gewoon weggedraaid. Ja. Wij weten wel wat goed is voor de luisteraars. Ja, die arrogantie van de radio wordt wel een beetje afgestraft nu. En dan proberen we dat op te lossen met hitlijsten. Je mag nu stemmen op je favoriete nummers. Je mag nu je favoriete nummer aanvragen. En dan denken luisteraars ook, ja, daar heb ik toch al Spotify voor. Kom op, haal mij gewoon in de uitzending. Laat mij mijn mening een keer geven of zo. Dus ja, dat vind ik een mooie uitspraak. Ik vind podcasten ook veel, veel meer van deze tijd dan menig radioprogramma. Ja. En hoe komt dat dan? Ja. Ja.
toch dat ivoren toren-syndroom. Dat van mensen toespreken in plaats van levelen. Een gesprek. Ja. Moet je natuurlijk op de bühne ook voor opletten. Dat jij niet als een soort van Mr. Know-it-all. Dat vond ik mooi in een van de podcasts die ik met jou hoorde. Dat je volgens mij ook één keer zei... Ja, dat weet ik. Dat was in die podcast met Alex Lee Happo. Daar zei hij van... Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk, nou, maar dat vind ik dus krachtig. Ik weet, in Nederland rust een taboe op zeggen dat je iets niet weet. Maar zeg het gewoon. In plaats van... Want als jij een lulvraag gaat ophangen terwijl je het toch niet weet... Ja. Dat hoor ik al bij de eerste drie woorden hoor ik dat al. We hebben het in onze coaching zo... Eigenlijk hebben we het al heel vaak gezien... sprekers die inderdaad een geweldig verhaal houden. Maar dan komt er één vraag uit de zaal en dan is het in één keer peperkoek, weet je. Dan is het echt, blijft er niks van dat imago over. Dat hebben we heel vaak gezien. Ja. En het andere wat we heel vaak zien is, met name in onze coaching, dat mensen dan zeggen van... Ja, maar die echt bang zijn voor die vragen. Omdat dan toch, dat is eigenlijk niet echt de coachen. Dat is niet voor te bereiden in ieder geval. En dat zeg je, wat nou als iemand iets vraagt? En ik zeg altijd, als je het niet weet... Gewoon zeggen, hey, dat is een goede vraag. Ja. Geef me je kaartje, ik kom bij je terug. Ja. Zoiets. Weet je, benoem het en maak er iets van. Het biedt ook een kans, denk ik. En ik zeg, ik ben vooral blij met vragen. Want ja, dat betekent in ieder geval dat ze zitten op te letten. Ja. En dat ze aangeven wat niet duidelijk is. Ja. En dat ze aan het verwerken zijn. En ik zie dat als een heel groot compliment. En dat maakt dat je ermee om kunt gaan. Maar het blijft iets waar menig spreker mee worstelt. Ja. Bepaalde onzekerheid. Ja. Ja, en die kwetsbaarheid, hè, dat is toch... Dat, Paul Smit, met wie ik de podcast Praten voor Bewustzijn doe, die doet ook heel veel lezingen in het bedrijfsleven. En hij zegt ook, je hebt CEO's die staan van een blaadje voor te lezen. Ja, ja, ja. Voorlezen sowieso zou ik je ook... Dan luister ik een podcast, is iemand aan het voorlezen? Ja, dat is bij radio ook not done, hè? Ja. Vertel, dat hoor je ook. Ja, dat hoor je. Ja. Mm-hmm. Vertel wat voor een wereld gaat worden. Ga niet een weerbericht zitten voor te lezen. En ook met krantartikelen. Mm-hmm. Wanneer heb jij voor het laatst iemand opgebeld en gezegd... Moet je horen wat ik nu in de krant lees? En dan ga je het hele artikel zitten voor. Je vertelt het in je eigen woorden. Ja. Dus die CEO die met een briefje er staat... Of een CEO die gewoon uit zijn eigen kwetsbaarheid... gewoon een verhaal staat te vertellen. Ja. Ja. Dan pak je meteen de aandacht. Ja. Ja, we kennen het onderscheid. En over aandacht pakken gesproken. Doe jij ook nog iets speciaals met je stem? Dat je met intonatie of met... Denk je erover na überhaupt? Ja, dat leer je een beetje door de jaren heen. Dat je soms wat versnelt. En mij is altijd wel geleerd voor in je mond praten. Daar zit dan een beetje de middentonen. Kijk, want je bent natuurlijk gewend. Mike Blatschik heeft daar een beetje last van. Ik mag hem graag, is een vriend van me, dus ik mag het zeggen. Maar die wil natuurlijk laten horen hoe zwaar zijn stem is. Want dat een beetje die meditatiestem. Ja, ja. Luister goed, dat vinden de vrouwen sexy. Ja. Terwijl, voor de verstaanbaarheid, hier met je dus voor in je mond praten, dat verhoogt je verstaanbaarheid. Want het is natuurlijk niks ergs dan dat ik jou niet kan verstaan. Maar een beetje versnellen, langzaam. Ja, dat met radio is makkelijk. Je start muziek in en dan ga je met het tempo van de muziek mee. Ik heb zelf nooit echt op een podium een lange lezing gegeven. Dus dan denk ik wel, wat ik zie gebeuren, dat lopen, hè? Verplaatsen op een podium. Dat pakt mijn aandacht altijd wel. En ja, ik vind toch altijd die interactie met het publiek ook op een podium. Ik weet dat Paul ook altijd aan het begin van zijn talk... gooit hij wat het publiek in, een bal of een paar stressballetjes. Hij deelt wat boeken uit. Hij maakt meteen contact. Ja, rapport, of hoe noem je dat? Ja, ja, ja. En dat deed ik wel. Ik heb natuurlijk heel veel in zalen gedraaid. En dat was voor mij ook vanaf het moment dat ik binnenkwam bij een discotheek... wist ik al, de ogen zijn op je gericht. Dus als je dan gewoon bijvoorbeeld iemand die jou iets wil vragen voorbij loopt... dat pikt het publiek op. Dus ik wist, mijn act, om het maar even zo te noemen, begint vanaf het moment dat ik binnenkom tot het moment dat ik op de snelweg rij. Mensen volgen dat. En mensen beoordelen jou, zeker op hoe ga jij om met iemand die naar je toe komt voor een handtekening. Of iemand die met een vraag naar je toe komt. Iemand die jou zijn boek wil geven. En als je dan zo doet, laat me met rust, dan ga jij een moeilijke avond tegemoet. Want als de helft van het publiek dat gezien heeft, dan denken ze, wat is dat voor een lul? Die wijst iemand van ons af. Want dat heb ik bij de radio geleerd. Ook als je iemand in de uitzending haalt. Dus als jij iemand op het podium haalt. Dat is iemand van het publiek. Dat is iemand van hun. Zij staan aan zijn kant. Niet aan jouw kant. Ja. Dus ga er met respect mee om. En ook zeker in een uitzending. Zei ik iemand niet af. En ook op een podium zei ik hem niet af. Want het publiek keert zich echt tegen je. Ja. En logisch ook. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik ben heel blij dat je het zegt. Een van de dingen waar wij sterk op hameren bij... Eigenlijk al onze boekingen, de coaching, maakt niet uit. Zorg dat je als spreker
zicht hebt op de uitnodiging bijvoorbeeld, hè, die de deur uitgaat voordat je aankomt, hoe je aankomt, ontvangst, dat soort dingen. En inderdaad precies dit soort dingen. We zien zo vaak dat, weet je, er staat een spreker al op het podium, maar die drinkt dan nog even wat, weet je, en er is nog iemand aan het praten en zo. En het ziet er allemaal heel ongemakkelijk uit en mensen zijn toch nieuwsgierig naar jou, want jij bent nieuw. En doe daar iets mee. Ben er niet of kom echt op of niet, maar het is zo belangrijk voor de beeldvorming. Maar inderdaad ook alles eromheen. Dus inderdaad zeggen dag als iemand de lift instapt. Of Je weet nooit of hij in jezelf is. En wat ik van Paul geleerd heb, vraag aan degene die jou introduceert om het ook een beetje te temperen. Mm. Want als ze zeggen, dames en heren, jullie gaan nu kijken. En die hebben nooit zo hard gelachen. Ja. De man die nu opkomt, die heeft al menig zaal plat gespeeld. En dan, en dan kom jij op en denk je, oh mijn god. En dan valt het bijvoorbeeld al tegen. Oh. Nou ja, bij mij dan niet. Het zou zomaar kunnen dat het dan bij iemand anders helemaal tegenvalt. Ja, te gek. Is het één ding wil ik je nog even vragen. Die vraag schoot me net te binnen. Als je kijkt naar, je kwam uit de radiowereld, uit de top waar je zat. Nu zit je in de podcast. Gaat ook heel goed, daar gaat het niet om. Maar je hebt het bij podcast heel vaak over het levelen, hoor ik je zeggen. Hè? Net het in gesprek zijn met de gast en interactie, zeg maar. Was dat nou ook echt iets wat je bijvoorbeeld bij de radio dan miste? En ook als persoon merk je daar iets in, zeg maar? Dat je een bepaalde behoefte had die je eerst niet kwijt kon? Verbinding. Kijk, bij de radio is toch vaak, het zijn allemaal dv'tjes. Disjockeys hebben allemaal hun eigen agenda. Hmm. En ik wilde heel graag in een soort team spelen, waarbij we elkaar ook de bal toespeelden en zo. Dat we samen, echt een samenwerking. Hmm. Bij de radio klinkt het misschien allemaal wel gezellig, maar het is toch vaak de een kan die ander weer niet uitstaan. De een is weer jaloers, die andere een tv-campagne gehad heeft en hij niet. Het is ook allemaal begrijpelijk van een menselijk oogpunt, maar... Ja, ik was dat een beetje zat. Ik voelde me een soort... Ik wou weer verbinding met mensen. Mm. En dat werd steeds lastiger bij de radio. En nu, ik heb toch het idee, weet je, ook al kennen we elkaar pas een uurtje of zo. Mm. Ja, je hebt een gezamenlijk doel. Je bent niet, de een voelt zich niet belangrijker dan de ander. Dus we kunnen onze wapens neerleggen. Mm. En we kunnen gewoon kwetsbaar met elkaar zijn. En ja, dan ontstaan vaak, vind ik, de leukste gesprekken en het leukste sfeertje. Ja. Maar ja, dat... En dat miste ik wel bij de radio, zeker de laatste jaren. Maar dat kwam ook, weet je, we werden overgenomen door de TMG. En angst, cultuur, weet je wel, verandering. Mm-hmm. Dan kwam een manager nog op het briljante idee om even tijdens een meeting te roepen. Ja, we moeten dus binnenkort allemaal om onze eigen functie gaan solliciteren. Ik ook. Maar ja, daar kom ik later op terug. Nou, je zag iedereen. Een leuke mededeling. Ja, precies. Wat? Weet je wel? En die riep dat dan even zo om stoer te doen. Zo van, weet je, het komt allemaal wel. Hij had natuurlijk eigenlijk gewoon, hij wakkerde die angst nog een soort van aan. Mm-hmm. En toen zei ik op het laatst ook, de angst zit hier in de muren, man. Je voelt die gewoon vanaf het moment dat je binnenkomt. Iedereen is bang. Mm-hmm. Bang voor zijn baantje, bang voor elkaar. Nou, wat krijg je met bange mensen? Ja, dan krijg je ieder voor zich, hè? Ja. Dus als ik gaan terugdenk, voel ik weer die knoop in mijn buik. En ik ben dan een soort vogeltje, wat dan als eerste daar gevoelig voor was. Want ik ben heel sfeergevoelig. Mm. Ja, en angst is dodelijk voor creativiteit. Dus er kwam ook niet veel meer uit mij. Nee. Dus daarom vind ik dit fijn. We hebben geen aandeelhouders. We hebben geen Apple die ons straks gaat beoordelen of deze podcast. Nee. En commercie eromheen. Ja. Nee. Dus dat vind ik wel fijn. Mm. Ja, mooi. Wat zou je misschien dan even als laatste om met een tip te eindigen? Sprekersangst is een... De angst voor het spreken in het openbaar, zeg maar, is een belangrijk iets. Ook bij sprekers zien we nog steeds dat ze toch zenuwen hebben voordat ze het podium op moeten. Vaak vind ik dat ook niet zo erg. Je moet ook een beetje spanning voelen, maakt je ook wakker. Ja. Maar wat zou je toch, als iemand denkt, nou krijg je zo'n enorme intro, weet je al. Ja. Je staat daar en je denkt, oké, daar sta ik dan. Kan je iemand iets meegeven? Hoe maak ik die verbinding? Hoe ga ik met die angst om? Nou, benoem het. Ja. Zeg gewoon van... Kwetsbaar opstellen. Ja, zeg gewoon van, ik weet niet of ik dat kan waarmaken. Wat een intro. Nou, ik snap dat jullie nu heel veel verwachtingen hebben, maar mij slaat het even lam. Even denken, waar zou ik alweer mee gaan beginnen? Dan word jij mens. Hmm. Als jij inderdaad zo, je denkt, dan pomp ik mezelf nog een keer, 3 keer zo hard op. En nu, ik flik dit wel even. Hmm. Ja, ik blijf toch mee. En dat leer ik ook, ik heb heel veel cabaret gezien door de jaren heen. De cabaretiers doen dat ook, hè. Hmm. Er niest iemand, ze roepen gezondheid. Ze laten daarmee ook zien, want ik hoor en ik zie alles wat in het publiek gebeurt. Dus mij fop je niet. En iemand die op de eerste rij de hele tijd op zijn telefoon zit te kijken, dat benoemen ze. Dat snapt de zaal ook weer. Dus
Ja, ik zou gewoon alles aan. Ik zou dat soort dingen aan. Dat deed ik bij de radio, was ik altijd wel goed in. Ik greep ook dingen aan. Ging er iets mis, sloeg een cd over. Dat heb ik van Ruud de Wild geleerd. Ruud de Wild, als er iets misgaat, start hij alles tegelijk in. Hoor je 7 dingen door elkaar heen. Dan maak je er een enorme zooi van. Ik zou dat bij de radio ook doen. Of op het podium ook doen. Als er een glas water omvalt, schop ik mijn eigen glas water ook om of zo. Weet je, iets. Ja, vergroten. Ja, ja, vergroten, ja. En ook, want als je mensen zien dat jij daarvan schrikt. En dat je een soort, ja, dan wordt het heel ongemakkelijk, denk ik. Dus benoem het, gebruik het. Ja. Ja, ik vind die gebruik ook een mooie toevoeging. Jeetje, nou, veel geleerd. Ja, leuk. Leuk om over te praten. Ja, volgens mij zijn we aan een mooi einde nog meteen, toch? Ja. Een tip. En we gaan nog iets opnemen voor mijn podcast. Ja, zeker. Ja, gaan we eventjes naar doorlinken. Ik dank je voor het luisteren. Ja. Hoi, je. Ja, heel goed. Ik bedank jou ook. Ja, en we bedanken jou uiteraard voor dit mooie gesprek. En tot de volgende keer. Oké. Nou, dat liep toch als een trein. Leuk, trein. Ik word er heel nieuwsgierig van. Oh, leuk hoe je het inderdaad. Ja, dat je heel veel vragen hebt. Ach, je had ik was naar de tijd aan het kijken. We zitten nu op een half uur. Ik denk, je gaf zoveel hintjes. En ik dacht, ik moet keuzes maken waar we wel en niet op ingaan. Maar het was inderdaad, ja. Maar heel leuk. Ja, zeker, heel leuk. Het is een leuke vorm dit, hè? Ja, graag gedaan. Maar het is ook de energie. Er zit goede flow in. Met z'n tweeën, maar dat werkt wel goed. Jullie gunnen elkaar ook de microfoon. Ja, zeker. Dat is belangrijk. Want je bent dan niet de sidekick. Je zijn gewoon twee hosts. En als toevallig eentje meer vragen heeft, dan is dat oké. Het gaat ook om het gesprek. Ja. Ja. En vooral, ik vind het heel leuk ook wat je zegt ook van hoe je dus dan ermee omgaat. Mm-hmm. En inderdaad ook, dat vinden wij zelf ook heel belangrijk over dus de omheen. Wat jij zegt van, hè, ze volgen je als je de auto instapt op het einde. Ja. En daar hebben wij het ook wel samen over. Ja. Dat wij dus ons erover verbazen hoe dat dan gaat gewoon. Hè? Hoe arrogant sommigen, ik weet niet wat het is, onzekerheid. Onzeker kan het, ja. Maar dat stoort ons ook, omdat je denkt, hoezo, weet je? Het heeft ook een bepaalde, het is gewoon een omgangsnorm of zo. Ik weet niet waar dat, maar dat is dus niet vanzelfsprekend. Okay. Wat wij dus wel zo vinden. Daar vind ik het heel leuk dat je dat benoemde. Mm-hmm. Als je dat in we hebben heel lang gedaan over, ik weet nog, toen wij de nieuwe reden startten. Toen, weet je wat, toen gingen we op zoek naar, hoe zouden onze sprekers en later redenaren nou typeren. En als je eerlijk bent, zou ik eerder zeggen, een bepaald karakter is het dan een bepaalde kwaliteit. Mm. Je verkoopt kwaliteit en het profiel. Maar ik zie heel duidelijk dat wij bepaalde mensen in onze stal hebben, zeg maar. Die meer naar voren komen dan anderen. Ik zie ook dat sommigen vaker geboekt worden. Dat ligt ook gewoon aan, die zitten toch anders in je hoofd. Dat ligt aan de persoon, zeg maar. En hoe wij ze meenemen, zeg maar. En ik merk ook heel erg hoe wij kunnen reageren op e-mails van mensen die mailen van, ik geef 3000 lezingen per jaar en ik kan het al niet meer aan en ik heb iemand nodig. En dan bel je en dan zeg ik, zo, dat is, weet je wel, dat is niet serieus, mis. Serieus, ja. Ja, dat is serieuze business. En dan vraag je 3 keer door en dan is dat, weet je wel, 259 keer voor de oma en 5 keer voor een school en 1 keer serieus. En dan denk je, dat is niet erg. En ik snap dat wij misschien als bureau dat je een soort neiging hebt van, moet goed voorkomen. Maar al daar merk je dus aan 2 vragen dat het afbrokkelt als ik weet niet wat, zeg maar. Ja, daar haalt het niet, zeg maar. Nee. Heb jij wel eens training trouwens? Nooit echt, want het lijkt me een typisch zo'n. Ik zou het meteen gaan volgen. Ik heb het wel eens eerder gehoord. Ik ben je echt heel grappig. Ja, maar dit is ook wel fijn. Ik zit nu natuurlijk wel in mijn eigen habitat, hè. Ik ben nogmaals wel heel sfeergevoelig. Kijk, jullie zijn geïnteresseerd. Ja. Maar stel, je hebt een hele rij met mensen. De training is een ander verhaal, hoor. Ja. Het is 4:30, ik hoorde het wel van Paul, staat aan het einde van de dag. Ja. Oh, mensen moeten daar dan heen, van hun baas, wat dan ook. Ja, is misschien waar, ook eens in de toekomst. Maar voor mij is, ik heb gewoon goed met die radio kunnen verdienen, daar ben ik heel eerlijk in. Ja. En ik doe pas dingen als ik echt denk. Wat heb jij nu, want je hebt de podcast inderdaad niet gecommercialiseerd. Heb jij iets anders nog lopen? Die columns, daar verdien ik wel geld mee. Ja. Ik heb een stille sponsor voor die andere podcast. Ah, dat is gewoon een man die belangrijk vindt dat geluid ook te horen is. Ja. En ik heb dat wat ik zeg met de radio. Ik heb dit huis van spaargeld kunnen kopen. Dat scheelt al heel veel. Hè? Ja, woon je in je eigen spaarpot. Ja. Ja. Maar is er ook een reden waarom je zeg maar verschillende bijvoorbeeld radiohelden. Je hebt verschillende platformen eigenlijk. Nou, is het omdat je dat gewoon leuk vindt? Of is er echt zeg maar een reden achter dat je denkt, oké, toen was ik daar heel erg mee bezig, me daar echt in verdiept.
En nu ben ik heel erg hier met dit onderwerp bezig, dus ga ik daar een hele lijn over maken? Of ja. Is het meer toeval? Ja, Radiohelden is, ik wilde mezelf, kijk, bij mij is met die interviews, eigenlijk, ik heb 300 interviews met al die leraren zo gedaan, ook om mijn vader te begrijpen. Weet je, mijn vader is gewoon een hele complexe man. En dus mezelf ook, ja. Want ik ben natuurlijk kopie van hem. En die Radioheldenreeks heb ik als bijna een soort therapeutisch ervaren. Want alles wat bij de radio opviel, wat ik dacht, hoe kan dat nou dat dat zo... Ja, ik ben dat in 35, 40 interviews met radiomensen, ben ik dat een soort van achter. Ontrafelen. Ja. Dus dat interview is echt therapeutisch voor mij geweest. Ja, ja. Heel interessant, ja. Dat werkt fijn hoor. Ja. Je krijgt die mensen één op één te spreken. En er blijken ook allerlei onzekerheden te zitten. Ik was dus niet de enige die dat zo eng vond. Nee. Om, die dacht dat de luistercijfers kwamen. Ik was niet de enige die daar slecht van sliep. Nee, dat hebben we dus allemaal. Ja, alleen bij niemand zegt het. Nee, dus dan is het een olie van de kamer. Precies, ja. Te gek. Ja. Nou, maar ja, volgens mij is dat ook... Dat is ook een belangrijk verschil voor mij tussen podcast en radio. Dat je bij podcast ook die ruimte hebt om met iemand zo lang te praten. Dat je op een gegeven moment ook bijna wel de diepte in moet. Omdat anders valt het echt dood. Ja, valt het stil. En bij radio is het natuurlijk toch meer van in een paar minuten moet het vooral... Hè? Ja, hoe gaat het met je? Wat doe je? Ja. En welk succes heb je nu weer geboekt? Zeg maar. Ja. En dat is ook prima. Maar ja, ik hou ook meer van de persoon erachter, zullen we zeggen. Ja, te gek. Mooi, ja, heel leuk. Ja, maar jullie zijn ook heel geïnteresseerd. Dus dat, kijk, want vaak is een beetje, je trekt een beetje en dan komt het op gang of zo. Mm. En dan wordt het een soort, ik zeg goede interviews eigenlijk, een soort dans altijd zo. Ja. Ja. En dan leidt wel iemand of zo, maar dan ga je eens die kant op en eens die kant en dan draai je eens. En dan ineens is dat half uur of dat uur is ook zo. Ja, dat is super snel. Ja, dat is ook zo. Misschien is het toch leuk voor jullie om eens met Guido Weijers te praten. Oh, ja. Die doet de masterclass geluk, maar Paul kan ook heel veel over spreken. Ja. Er zijn natuurlijk wel heel veel lezingen. Als je contactgegevens wil, dan kan ik wel... Paul zou ik ook helemaal... Ja, is ook wel leuk, omdat hij dan net ook zoveel voor... Omdat je hem ook genoemd hebt, zeg maar. De link te hebben tussen de afleveringen. Ja, daar kan hij veel over vertellen, want hij vertelt dan in onze podcast dan nog wel eens over... Paul zegt ook bijvoorbeeld de temperatuur in de zaal. Heel belangrijk. Het licht. En hij doet subtiel. Daarom gaat hij ook altijd eerder. Gaat hij toch stiekem... Wat hij ook vaak doet, stoelen dichter bij elkaar zetten. Ja, want mensen... Dus inderdaad ook over koffie en thee en dat soort dingen. Want ook met trainingen. Als je dus inderdaad een evaluatieformulier daarna dus laat invullen. Waar gaan mensen dan over zeuren? Over dat soort dingen. Ja, koffie was koud. Je denkt, wacht even. Daar ging het helemaal niet om. Maar wel, we moeten heel lang lopen naar het koffiestapparaat. Ja. En je denkt, wat? Wacht even, ho. Maar dat is dus wat dan toch... blijft hangen of zo. En wat dan dus heel belangrijk is, wat ze dan toch opschrijven. Ja. Terwijl je dan eigenlijk denkt, maar dat is allemaal, dat is toch ondergeschikt. Ja. Maar dat is dus niet. Dat heb ik wel eens geleerd van iemand uit het hotelwezen. Die zei, het verschil zit hem echt in de details. Ja. Dat chocolaatje op dat kussen, als jij de kamer binnenkomt. Ja. Geschreven en het kaart. Is ook leuk, laten we wel weten. Ja, het is ook enig, net die persoonlijke aandacht. Ja. Die serveerstes in Amerika, die gewoon op je... persoonlijke diensten. Ja. En het is bijna erg hoe... Nu is dat vooral inderdaad nog leuk volgens mij, omdat het ook niet zo vaak gebeurt. Dus moet je nagaan wat voor kleine dingen je ook dat verschil kan maken. Alleen het gebeurt gewoon niet meer. Ja maar nu kan je heel, heel erg, als je de persoonlijke aandacht geeft. Ja. Denk dat al nu al heel makkelijk verschil maken is. Ja. Omdat het is redelijk anoniem als je om je heen kijkt. Ja. Ik weet dat mijn vriendin werkt bij een verzekeringsmaatschappij. Die heeft 2 maanden terug of zo een keer... Schijnbaar hebben zij telefonisch werk, zeg maar, een optie. Dat als een klant zegt van, kan het dan en dan geregeld zijn? Want dan met jou gaat mijn dochter slagen of ik ben ziek of ik moet, whatever. Hè. Heb je schijnbaar een standaard optie dat je zegt, stuur naar dat adres een boeketje. En dan kun je ook nog een etiketje bijschrijven. Dat meen je? En zij had dat dus gezien en gewoon eigenlijk een beetje geprobeerd. Want zij is ook een beetje, het is ook een soort puppy die zeg maar als iets ziet gewoon achteraan gaat. Dus zij vond het gesprek niet interessant, dus is daarop zijn klikken. En had dus ineens zo'n ding gestuurd. En ze zegt, het zit er dus gewoon in. Zij is trainee, weet eigenlijk nog helemaal van niks. En daar wordt dus nu nog over gepraat tot de hoogste manager. Dat is even, eindelijk heeft iemand dat eens gedaan. En weet je wel, en die heeft dan meteen op LinkedIn. Waar wil jij naartoe? En dat wordt allemaal geregeld. En met name omdat hoe ze erachter kwamen, was dus omdat die vrouw dat op social media had gezet. Hier. Van hier, moet je kijken, ik heb zo'n bos bloemen gekregen, out of the blue. Superleuk. Centraal Beheer. Ja, en dan denk je van, het zijn dus dat soort dingen, zeg maar. Weet je wel? Extra attentie. Ja. De radio ook, dan appte wel eens iemand, hoe heette dat nummer wat je net draaide? Nou, dan konden we via de app
terugappen. Mm-hmm. Maar ik pakte de telefoon. Ja, ja. En dan heb je er een fan bij voor de rest van je leven. Maar dat is toch te gek. Dat is toch fantastisch. Ja, natuurlijk. En gewoon dat ze denken, oh, hij heeft me teruggebeld, hij heeft mijn vraag beantwoord. Ja. En die mensen volgen me nu nog, die luisteren de podcast. Ja, die voelen dat, die denken, wauw. Nou, vooral omdat bij de radio denken ze al, nou, die zal wel arrogant zijn, ik zal wel niks horen, weet je wel. En dan worden ze ook nog gebeld. Ja, precies. En dan, ja, dat, maar ja, zo, ja, dat blijft. Mm. Ja, en zo simpel, hè? Ja, eigenlijk is dat. Ja. Ik weet dat die... Die Remco Klaassen, ken je? Ook zo'n topspreker, die heeft ook een boekje geschreven over verbaal meesterschap en zo. Werd op een gegeven moment ook een grote naam natuurlijk. En die kreeg ook een hoop fans. En wat die dus schijnbaar doet, hoor ik van mijn coach. Die heeft een assistent achter zijn social media zitten. Maar alle berichten die hij krijgt van, joh, ik zou, weet je wel, ik vond het een gek boek. Of je hebt me geïnspireerd of whatever, zoiets. Die verzamelt hij dus. En als hij in de auto zit, gaat hij die gewoon allemaal af. Die belt hij dus. Wow. Dat is echt, ik hoorde dat. En toen, mijn coach is dus coach geworden omdat hij dat gesprek met hem heeft gehad, zeg maar. Van ja, ik twijfel. Echt? Is dat de aanleiding geweest? Ja, hij zei, ik had je boeken gelezen. En toen dacht ik eigenlijk van, enerzijds was ik heel erg geïnspireerd. En tegelijkertijd voelde ik me ook geïntimideerd. Van, kan ik dat ooit wel, zeg maar. En hij had dat gestuurd aan hem. Ja. En toen is hij dus een week later teruggebeld door hem. En hij zei dus, dit is hoe ik teruggeef. Hij zei, ik zit zoveel in de auto. Ja, is toch loze tijd. En natuurlijk podcast luisteren. Wow. Maar ook mensen bellen. Gewoon op LinkedIn nummers zoeken en drukbellen. Ja, het is slim, hè? Weergelijk. Heel slim. Ja, natuurlijk dat ook gewoon fijn. Maar leuk. Ja, natuurlijk ook gewoon leuk. Ja, nee, maar los van zakelijk handig of zo. Maar je pikt er zelf ook iets van op. Want als ik dan zo'n luisteraar terugbelde voor dat nummer, krijg je vaak ook... Weet je, ik had zo leuk van je programma, hoe jij met die verstandelijk gehandicapte jongen omgaat in de uitzending. En hoe jij met die nieuwslezer. En dat jij mensen altijd laat uitpraten als ze langskomen voor een interview. En dan krijg je ineens feedback, jongen. Ja. Ongevraagd. Die je niet via enquête wil, maar precies. Ja. Dat is meer de motivatie erachter waarom je dat cijfer krijgt. Dus, cool, hè? Ja, heel leuk. Ja. Heel leuk. Nou, gaan we de rollen omdraaien. Ja, direct. Waar wil je... Wacht, ik zal dit even opruimen. Ja. Cindy, wil jij op de bank zitten? Ja, tuurlijk. Of wil je op de stoel? Nee, ik ga daar zitten. Je mag ook daar wat je prettig vindt. Ik blijf hier gewoon zitten. Ja, dat is goed. Ja. Ja. En ik moet dan jouw hoekje... Deze moet jij dan deze kloppen. Ja. Steeds dadelijk voor, weet je. Ja. Even deze. Leuk hoor, jeetje. Maar het is wel echt... Ja, het is gewoon heel als grappig. Als je ooit trainingen gaat geven, dan hoor ik het. Ja, dat zijn we erbij. Lief.